Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door djlaan.nl en Mindlab. In de Mystery of Kisten trui staat deze keer de locatiebepaling van het oorspronkelijke huis te Mook centraal. Nee, het is een grote. We zitten in de tijd. Ja, hij weegt ook wat. Hij is zwaar. Dat was het piepje. Wauw. Dit is hem. Ja. Kijk. Ja, dat is mooi. Dit is de musketkogel. Ja, super. Ja. En nu de musket nog. In de Dutch Adventure Hunters regelmatig aandacht voor Pan, Portable Antiquities of the Netherlands. Het waanzinnige vondst van Alwin Ballast, die bewijsmateriaal vindt van de legendarische slag bij Ane, waar Drentse boeren het ridderleger van de bisschop van Utrecht versloegen. Oh ja, joh, kijk eens, hier trapezevormig. Ja. Wow. Nou, super joh. Nou, ze zijn doen erin. De YouTuber van de Week trofee gaat deze keer naar Wesley Dabo, die het succesvolle kanaal Digging Up the Past maakt, waar hij de ene na de andere supervondst uit de grond tovert. Ik heb denk ik weer een gouden munt gevonden. Nou, kom. Echt? Ja, een gouden munt. Een gouden munt. Hij doet het ook gewoon, hè? Een gouden munt. Fuck. Oh my god. Zomaar uit het niets. Lekker. Ja, dag de dag. Oh my god. In de aflevering van de vorige week een zuiver geluid via de metaaldetector van Wesley. En het leek op een kist. Maar is dat het wel? Maar ja, zou het ook een kist kunnen zijn? Een rand van een kist. Ja, dat zou... Nee, dat... Ja. Het is geen kist. Dat is al snel duidelijk en al helemaal niet die van kist trui. Dat zou natuurlijk ook te bizar voor woorden zijn. De stichting Het Huis te Mook helpt het team van de Dutch Adventure Hunters bij het ontrafelen van de Mystery of Kisten trui. Als een soort van tegenprestatie helpen Stephanie Dros en Wesley Dabo bij het vinden van het legendarische Huis te Mook, waar zich in een ver verleden zoveel heeft afgespeeld en de stichting haar naam aan dankt. Ja. Hey, oké. Okay. Na wat gevrik komt het los. Een wirwar van metaal, zo lijkt het. Wat is dat? Dit is een hand, tenminste wat we dachten. Een kroon. Het is een kroon, zo. Nou. Ja, wacht eens, dat lijkt op een lamp, ja. Het is wel heel interessant dit, hè? Hey, ja, het is niet zomaar een brok ijzer. Gewoon, nee, dit absoluut niet. Ik denk aan lang geleden. Ik kan dit ook niet traceren naar de Tweede Wereldoorlog. Nee, dit is geen Tweede Wereldoorlog. Anders ligt het echt niet zo diep, hoor. Het moet eerder denken als een stok, weet je wel, van die films over de middeleeuwen. Dan zie je dan zo'n pad met van die fakkels aan de... Laat zien. Hey, het is modern. Het lijkt wel, nee, het is een beetje een vreemde kleur hier. Misschien is het geschilderd geweest. Maar het kan geen explosief iets zijn. Nee, het is absoluut geen explosief. Nee, dit is heel interessant dit. Wow, wat een gat, hè. Met de kennis die wij hebben. Er ligt meer. Ja, geef ons iets aan. Ja, alle stukjes pakken. Nee, ja, nou, dan ga je hem schuren, denk ik. Ja, nee. Het lijkt op een soort kandelaar die op een paal gestaan zou kunnen hebben en waar bijvoorbeeld een toorts, dikke kaars of zelfs hout voor de verlichting heeft gezorgd. Met zekerheid is dat helaas niet vast te stellen, want daarvoor is de conditie van het opmerkelijke voorwerp gewoon te slecht. Maar met een beetje goede wil, creativiteit en fantasie is er een kandelaar uit te halen. En dit is een exemplaar uit 2021, ter vergelijking dan. We moeten natuurlijk rekening houden met diepe signalen. Ja, klopt. En misschien dat sommige brommen wel interessant kunnen zijn, hè?
Zoals dit, Wes. Nee, er moet wel een beetje een hoge toon bij zitten. Okay. Een beetje een hoge toon. Ik heb een hit. Je hebt een goede hit, ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wes, het kan zijn dat je nodig hebt met jouw schep. Dat is een beetje het ding. Deze ligt alleen niet zo heel diep. Oh, die even aan de kant leggen. Je ziet ook kleine stenen hier. Eens even kijken. Gaan we eens over. Het is er al uit, hè? Is het er al uit of is het ernaast? Het zit ernaast. Het zit ernaast. Het zit ernaast of ja. Is het eruit? Naast het gat. Nou, ik heb geen signaal. Hé. Hey. Oh, dus. Wat hebben we daar? Ja. Wat is het? Dat is een kogelpunt. Oh. Maar dat is niet oud. Dat is ook oorlog. Is dat... Wat een rare vorm heeft die. Ja. Dat is wel heel apart. En een kogelpuntje. Nou. Ja. Helemaal top. De Mokerheide of Mokerhei is een bos- en heidegebied ten oosten van Mook in de provincie Limburg op een hoogte van circa 50 meter ten zuiden van Nijmegen. Op de Mokerhei vond in 1574 de Slag op de Mokerhei plaats. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau, twee jongere broers van Willem van Oranje, vochten hier tijdens de 80-jarige oorlog tegen de koning van Spanje. Het bosgebied tussen Nijmegen en Mook was eerder een grote heide die in zijn geheel de Mokerheide werd genoemd. Na 1639 werd op de Mokerhei het verdedigingswerk Mokerschans aangelegd. Ook in de Tweede Wereldoorlog is op deze heide flink gevochten. In het heidegebied zijn kraters achtergebleven van bominslagen. Op 17 september 1944 landde vlakbij dit gebied het gedeelte van de 82e Amerikaanse luchtlandingsdivisie dat tijdens operatie Market Garden de opdracht had gekregen om de Waalbrug van Nijmegen in handen te krijgen. Het overgrote deel van het gebied is verworden tot een bosgebied. Het gebied zelf ligt op een stuwwal. En door een voormalige bedding van de Rijn heeft de Mokerhei haar huidige karakter gekregen. Toch eens even met mijn pinpoint gewoon achterom. Oh, kijk. Een musketkogel. Je meent het. Dat is ja. Ja, dat is, dat is een echte. We hebben er een. Hey, zie je? Filmen. We zitten in de tijd. Ja. We ja, hebben hem. We zitten erin. Heel leuk. En ook niet zo'n lullig, hè? Nee, het is een grote. Het is een grote jongen, kijk. Kijk eens. Ja, hij weegt ook wat. Hij is zwaar. Dat is dat. Hey. Dat was het piepje. Wauw. Dit is hem. Ja. Kijk. Ja, dat is mooi. Dit is de musketkogel. Ja, ja, super. En nu de musket nog.
Het doel van PAN, Portable Antiquities of the Netherlands, is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. En dat worden er de laatste jaren steeds meer, waaruit blijkt dat er grote behoefte aan een dergelijke organisatie bestaat. Julius van Roenburg is registrator bij het PAN. Om te beginnen, is het nu het of de PAN, Julius? Het is PAN, maar vaak noemen mensen het de PAN. Portable Antiquities of the Netherlands. We zijn inderdaad september 2016 begonnen. In de zomer van 2016 is de nieuwe erfgoedwet ingevoerd. En daarin zijn een aantal versoepelingen voor de metaaldetectieregelgeving opgenomen. En daaraan vast zit een meldplicht. En om die meldplicht te kunnen voldoen, moet er een meldpunt voor zijn. En daar zijn wij rond die tijd ook begonnen. Er was een hele grove schatting dat er een 2500 metaaldetectorzoekers met een grote, bijzondere collectie in Nederland zouden zijn. Die schatting hebben we zelf ondertussen wel iets naar boven bij moeten stellen. Ja, en er zat ook een punt van urgentie achter, want de metaaldetectie is begin jaren 80 op de markt gekomen. En de eerste generatie zoekers beginnen toch op een dusdanige leeftijd te komen dat ze af en toe omvallen en erven. En die zitten lang niet altijd op hun collecties te wachten. En het is al enige keren gebeurd dat een collectie op marktplaats verdwijnt of zelfs in bij het grof vuil. In de afgelopen 40 jaar is er nooit centraal een meldpunt geweest om bodemvondsten te melden. Sommige dingen kon je bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kwijt. Sommige dingen werden gemeld bij gemeenten, soms bij de provincie, soms bij historische verenigingen of bij de AWN. Maar er is nooit echt een centrale database of een centrale plek in Nederland geweest waar je vrij makkelijk vondsten kon melden. We hebben een website, portableantiquities.nl. Maar we hebben vooral veel digitaal dingen gedaan. Maar wij komen ook gewoon bij mensen thuis. In het verleden hebben diverse mensen toch wel een netwerk opgebouwd in de zoekerswereld. Professor Roijmans van de VU in Amsterdam heeft een groot netwerk. Johan Nicolai heeft voor een onderzoek een groot netwerk opgebouwd. Daarnaast zijn we ook gewoon vaak op zoekdagen te vinden. Ja, en dan zien wij in één dag 200, 300 zoekers voorbij komen. En zo rolt het gewoon langzaam uit totdat wij hopelijk alle zoekers in Nederland bereiken. Alwin Ballast en Bert van Heerden gaan weer op zoek naar vondsten die of te maken hebben met de 80-jarige oorlog of met de slag van Aalen in 1227. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Die moet liggen. Een mandje. Ja. Kijk. Zie je hem? Daar ligt hij. Ja. Oh. Ja, ik heb geen idee wat. Spannend. Nog een duit, een stuk ervan. Dan moet ik later even bekijken, maar even. Oh. Nou. Even melden via de PAN-app. Alles wat ouder is dan 50 jaar registreren we op een app. En de PAN is van Portable Antiques Nederland. En daar hoor je dus al je. Het is goed verstandig om daar al je vondsten te registreren, zeg maar. Dat doen we meteen. Kijk, ik heb hier een app. Ik geef een beschrijving in, een opmerking. Ik bepaal mijn locatie en ik maak een foto. En dan kan ik die later uploaden op de computer en aanvullen met meer informatie als ik hem schoon heb. Okay. Nou, de foto toevoegen.
Zo. Daar. En dan staat hij erin. Oh, mooi. Ja. Dit kon wel eens interessant zijn. Wat we naar zoeken is natuurlijk sporen van de slag bij Aanen. En ja, ik weet niet, het begint wat te trillen nu. Dit lijkt wel erg op een punt van een dolk of van een zwaard of iets dergelijks. Ik wil er niet te veel aan wrijven. Hé hey Bertus! Wat? Moet je verdorie nou eens kijken? Wat? Oh, je hebt geen mazzel. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Altijd hetzelfde. Ah, man, en de randen zijn scherp. Wat dan, hé? Ja, als je dit ziet, wat denk je dan? Ik ga er ook niet verder aan poetsen. Oké dan. Oeh, laat zien, joh. Oeh, nee, ik zal er niet te veel aan poetsen. Ja. Oh. Het lijkt mij op een punt van een zwaard, joh. Kijk, ja. Het is scherp. Ja. Nee. Zo in de strijd. Vuile. Sorry. Super gaaf, joh. Oh man. Ja, het zal toch niet, jongens. Ik hoor het trillen, man. Oh man. Wat voor dikke. Nou, die moeten we even. Heb jij een fine point van tanden erin of niet? Ja, ik ga hem nu op de foto zetten. Oké. Nou, dat ik ben alweer helemaal. Ik ga naar huis, ik ben alweer helemaal zat van. Altijd hetzelfde. Oh man. Kom ik aan met mijn muntje. Ja, en zo zie je me, als je onderzoek doet. Ja. God, kiel, ja, dit inderdaad. Kijk, we winnen niet 100% zeker, maar... Ik kan er vergif op innemen, joh. Dit is gewoon van die slag van Aanen. Dat kan niet anders, joh. Ik zet er gewoon bij, punt van zwaard met vraagteken. Ja. Goh! Hier. Bizar. Doe jij hem weer in? Oh, echt super, joh. Wat een... De aanhouder wint. Even wachten. Verder ook niet aan vegen. Nee. Oh, ja, joh, kijk eens, hier trapezevormig. Ja. Ja. Wow. Nou, super, joh. Nou, ze zijn doen erin en. Mogelijke vondsten kunnen van verschillende historische gebeurtenissen komen. De slag bij Aanen, 28 juli 1227, ook wel de Drentse Gulden Sporenslag genoemd, is uiteraard de meest in het oog springende. Plaatsen zoals Assen, Zwolle, Ommen, Hardenberg en Gramsbergen zijn door deze legendarische veldslag ontstaan. Ook kunnen er artefacten uit de 80-jarige oorlog gevonden worden in de grond van het schitterende zoekgebied van de Grote Scheren. In 1592 wilde prins Maurits van Oranje het door Spanje bezette Coevorden bevrijden en ging op slot Terschier wonen. Tijdens de 80-jarige oorlog was het slot Terschier beurtelings hoofdkwartier van de Spaanse of de Staatse bevelhebbers. De Spaanse bevelhebber Francisco Verdugo verbleef er en ook de Münsterse bisschop Bernard van Galen, met als bijnaam Bommen Berend. Nadat het nogmaals in handen van de Münsterse troepen was gevallen, werd het uiteindelijk ingenomen door Maurits-generaal Karel van Rabenhout, die het slot in 1672 liet ondermijnen en opblazen.
Het rampjaar 1672 werd zo genoemd omdat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van verschillende kanten werd aangevallen. Door Engeland, door Frankrijk, Lodewijk XIV en door de bisdommen Münster en ook Keulen. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat er ook van deze periode nog sporen in de grond te vinden zijn. Ik heb denk ik weer een gouden munt gevonden. Nou, kom. Echt? Ja. Dit is goud. Een gouden munt. Let op. Niet. Oh my god. Dat is goud. Zomaar een gouden munt. Een gouden munt. Hij doet het ook gewoon, hè. Een gouden munt. Fuck. Oh my god. Zomaar uit het niets. Lekker. Ja, dat gedacht. Oh my god. Goud. Detectorist Wesley Dabo heeft een succesvol YouTube-kanaal en Facebook-groep met de naam Digging the Past. Hij is een erkend en bekend metaaldetectorist die in de Dutch Adventure Hunters een hoofdrol speelt. Minstens één keer per week trekt hij erop uit en zoekt stad en land af naar bijzondere vondsten. En met succes, want zijn vitrinekast is inmiddels een klein museum. Er blinkt het nodige goud en zilver en talrijke historische artefacten in alle soorten en maten. Ik zie vanzelf wel of mensen abonneren of zo. Weet je, of iets. Maar soms als ik een leuk filmpje heb, dan post ik het wel eens op sociale media kanalen. En over het algemeen van ja, mensen kijken even goed wel van wat je nou hebt gevonden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Digging of the Past. Vandaag zijn we weer met 10 vinkwits. Alle vinkwitsen zijn weer bij elkaar. Ze hebben elkaar gemist. Een hele leuke club heb en die vindt dat, die vindt weer wat anders, dan vind ik het altijd wel heel leuk om wat over te vertellen als ik het weet. En vaak ook de gezelligheid, hè, de reuring eromheen. Ik bedoel, je gaat met die mensen om, die hebben allemaal dezelfde hobby. Ja, dan heb je eigenlijk eindeloos gewoon, het is gewoon eigenlijk een dagje uit gewoon. Elke keer als we zoeken is het gewoon een dagje uit. Minstens toch wel één keer per week zoeken hoor. Ja, dat zal het mooiste zijn. Maar ik heb altijd wel, en zeker natuurlijk als je op Facebook kijkt en dan zie je weer mooie vondsten, dan heb je toch altijd wel weer die drang, weet je wel, van nou, ik zou zelf ook wel weer even willen zoeken. Het is alweer een week geleden voor het verdorie. Maar over het algemeen, het is ook nog echt een verslaving, laat het zo zeggen. Ja. Ik denk dat ik er sowieso wel 3-4 dagen achter plak. Het maken ervan. Het determineren, wat is het? En daarna nog eens een keer even bewerken ervan. En het fotograferen en noem maar op. En dan ook nog het filmpje editen. En dan uiteindelijk moet je ook wel een beetje bij jezelf nagaan van ik moet zoveel uurtjes doe ik dat dan. En dan kom ik er wel uit. En dan ga ik het renderen en dan publiceer ik het op YouTube. Dus het is eigenlijk meer het voorwerk waar het meeste tijd in zit.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door djlaan.nl en MindLab.